Naar je zin? Heerlijk geslapen. Heerlijk geslapen? Ja. Ze snurkte wel iets. Maar... Oh, ja. Toch. Nee, Rob, hoor door zijn antwoordapparaat in. Nee. Jawel, die maakt hele rare geluidjes. Is dat zo? Ja, dat is echt. Ja. Nou, we zitten hier gezellig in. Duitsland toch? Boven op een berg. Ja. Ja, we zitten hier boven op een berg. En we zijn nu lekker bezig met ontbijt. Maar goed. We gaan dadelijk naar een busje kijken. Hè? Misschien wel meer dan één ook. Ik heb mijn werkpak al aan. Ja, je ja. ziet het. Dus, ik moet gaan kruipen. Ja, ik heb nog een kruipen onder de rotzooi. Dus. Ja. Misschien nog er iets bij staat. Tot straks. Oh. We zijn achter de bus. Ja. Die komt vanavond. En de bus rijdt wat naar voren. Oké. Okay. Ga jij hier eens staan? Kijk hoeveel ruimte je nog hebt. Ik ben 1,77 en ik kan net niet staan. Nee, maar dat wist ik. Ja. Hou je goed vast, want je weet het best, hè? Oeh. We staan achter in een oude stadbus. Oh ja? Ja. Bestuurder! Ik wil eruit! En hier zit een heuveltje op de vloer. Oh ja. Ja, ja. Ja, ja, binnen. Is het dan hip, of dan? Eldert, die ligt aan alle kanten onder het voertuig. Ja, die zien we niet meer terug. Hij heeft ergens een luchtlekkage, dat hoor je. Ja. Nou, dan mag jij zo achter het stuur kruipen. Nooit. Hè? Ja, wie nooit. Oh. Unterkantse bus valt eraan. Dan gaan die dingen branden. Ja. Waarom dan zwaai daarvan? Dit doet niet natuurlijk. Nee. Vielleicht dat het beter auffällt, dat kan ik niet zeggen. Ik denk dat er twee zitten onder het motto: als er één kapot is, doet er altijd nog één lampje het wel. Dus nu twee lampen, dat als einde dat hij het doet, dan hebben ze daar twee. Doet dit qua wegligging? Ja. Wegligging hetzelfde. Zo, hier gaan we naar links. Ja. Wat kost dit bij euch momenteel aan de sprit? Oh. Diesel is wie teuer als de benzine? Ja. Ja, zo bij ons ook. Ja. En dat is nieuw. 50, ja. En jeder had einfach gefahren. Also, dat was een probleem.
Ja, das Problem ist, du kommst da nicht rum, du musst auf die Arbeit, du musst was einkaufen, ja. Du musst, keine Ahnung, mit den Kindern zum Arzt. Ja. Und wir wohnen 300 Meter von der deutschen Grenze. Okay. 300 Meter. So, das eine Moment fahren alle Holländer nach Deutschland, um zu tanken. Und eine Woche später kommen alle Deutschen zu Holland zu tanken. So, da unten fahren wir wieder rechts, ne? Ja. Remmen pakt je ook lekker, hè? Ja. Ja. Wann ist das Fahrzeug noch im Einsatz gewesen? Oh, das weiß ich nicht. Ah. Aber ich glaube, die sind in Berlin ziemlich bis zum Ende gelaufen. Die stehen jetzt einen Monat hier. Mhm. Ah, Langeweile. Ah, die Polizei. Die Polizei hat immer Langeweile. Ja. Hey, das haben wir auch, Polizisten, ja. Ein anderes Mensch. Sieht schon. Das er vorzieht und steht. Richtig. Na, hier wird jetzt eng. Ja. Fahren Sie ein bisschen da über rein, genau. Ja, und dann zurück. Ja. Pendel gefahren mit Leuten auf Genua. Ja. Genua ist fürchterlich. Mhm. Vom Fahren her, ja. Alles so verzwickt. Ja. Ist der Wahnsinn. Denk ik ook wel. Also, neutral. Ja, und dann, Moment mal. Ja, zieh. Ich habe gesagt, die italienische Kollege ist zu schnell. Ja, das macht viel zu viel Hektik schön. Ja, Ruhe und warten und dann arbeitet das gut. Und, mag ik u vragen, hoe was deze rit? Ja, hier kunnen we wel aan wennen, aan zijn ding. Zo. Er wordt achterin nog druk gewerkt. Ja. Oh, ja. Ja. Wat wil het geval?
Het is bus nummer 2 geworden. Nummer 2. En ik heb papieren. Dat ze nu staan als een volle nakenschap. Ja. Ja. Heb jij nog iets van een chocokoek of zo? Ja, we hebben. Ja. En we hebben een bus. Binnen een paar minuten natuurlijk wel een ding gevonden. Maar... Ja. Ja. Wil je die nou nog? Ik niet. Maar... Nee, ik ook niet. We gaan zo een restaurantje opzoeken. Mm-hmm. En dan gaan we lekker nog even die schnitzeltijd. Ik heb 2 dagen in Duitsland geen schnitzel gezien. Hey Rob, ja. Je hebt een bus, jongen. Ja, we hebben een bus. En wat voor een? Een gele. Non, hier van de klepper. Ja. Ja, kleiner zijn ze er niet, geloof ik. Oh nee. Nee, groter zijn ze. Ja, we hebben er een gezien. Oh, als ik aan de andere kant op heb. Even racen. We stonden bijna weer binnen bij de balie hier zo. Maar we hebben dus een bus van 4 meter hoog, 2,55 breed. En 4,6 meter en 13,73 meter lang. En we hebben 2 bussen uitgekozen met, om daar een proefvaart mee te maken. Zoals dat hier in Duitsland zo mooi kunnen zeggen. En het is bus nummer 2 geworden. Dus. Hey, kletskous, jij hebt je gordel om. Ik doe het. Pas op, hè, want alles wat je zegt wordt tegen je gebruikt. Oh, ja, nou, dat is... wordt tegen me gebruikt. Wacht even. Ah, ja. Ja, ja, ja. Het hobbelt een beetje. Nederland. Dus. Er wordt nu de bestemming ingevoerd. Hettekop. Aaldonk. Ja, de rest vinden we met de hand. Ja, 31 ook goed. Ja. Oh, had ik. Doe maar wat. Favoriet opgeslagen. Nee, ja hoor. Dat weet ik niet. We gaan route naar Wiewolen zu Hause. We staan hier en we gaan daar naartoe. En hoeveel lang? Hier, 6 uur varen. Ja, dus en Keulen is wat dichtbij. We gaan nog een uurtje eten onderweg, dus in de loop van de avond. Ja, het is 13:40. We zijn vanaf 8 uur vanmorgen zijn we al op het trein aanwezig daar zo. En leuk dat ze het vonden dat we er waren. Sommige mensen waren echt... We zijn erbij. Ja, die kwamen zo uit bed rollen, geloof ik. Of het was hier al vrijdag, zoals ze dat noemen. En dan hebben ze er niet zoveel zin in, geloof ik. Maar... Even zien wat nou de eerste... Want wij kwamen van ginds kant af. Wij kwamen van die kant af, ja. En... Dan heb je die nieuwe rond, hè? Dus we moeten even een nieuwe rond. Daar gaan we daarheen. We hebben in ieder geval... Eldert heeft mooi twee rondritten gemaakt. 2 proefritten. Wij zijn mee geweest. En... ja... Gewoon fantastisch. Dus ja, elke bus die daar staat mankeert wel wat. Maar ja, ze zijn natuurlijk van 2007, 2008. En gemiddeld van 8,5 ton tot 9,5 ton. Dus wat erop staat. En Eldert is al 2 dagen aan het berekenen geweest. Met alle informatie die we sowieso op het internet konden vinden. En we dachten eerst de beste bus te pakken hebben gehad. Ja, dat was de motor van dat, hè? Ja, koelvloeistof. Hij lekte koelvloeistof en hij lekte olie. Dus het blok was gewoon nat. En zat te scheuren. Ja, de voordeur, die moet een keer op zijn carrière een tik gehad hebben. Want daar kon je duidelijk aan zien dat er aan gelast was. En dat er die deur niet helemaal... Als je voor de bus staat, de voorste deur, de rechterdeur, zat niet helemaal recht in zijn gebeuren. Dus daar hebben we maar van besloten op een gegeven moment met alle dingen bij elkaar, dat we naar de tweede bus aan gaan kijken. En daar bleef het motorblok wel mooi van droog. Het enige wat we daar weer hadden is dat de achterbanden waar het staat op 40%. En er zit een rammel tik voor in, zeg maar. We kunnen hier toch wel in gaan vragen van waar er een restaurant in de buurt zit, of niet? Ja, links naar beneden. Ja, we rijden gewoon het dorp in. We zijn er nou toch. Hè? Dus ja, dat is een beetje het verhaal. En we hebben net een aanbetaling gedaan voor de tweede bus. En het leuke is, wij hadden gedacht dat we hem op moesten gaan halen. Nog een keer die 6 uur terug moesten. Maar... We hebben een leuke prijs kunnen maken. En voor dat bedrag... Links?
komen ze hem ook nog eens thuis brengen. Na 300 meter rechts of hier. Ja, restaurantje achter. We zoeken even. Ja. Waar dat mogelijk is. Ja, waar dat mogelijk is. Dus ja, dat is een beetje het verhaal, mensen. We gaan hier toch knippen en plakken. Dus, God. De zoveelste afdeling van die man. Ja, ze hebben hier nog meer. Waar dat mogelijk is. Ja, omnibus Rotterdam. Ja. Het is hier een en al. Alles is hier omnibus. Omnibus Rotterdam. Na 180 meter. Ik denk als je hier blind de kruising over rijdt, dat je er een van hun plat rijdt. Of zij jou. Dat kan ik. Ja, zo ongeveer moeten zijn, maar er zit hier meteen nog zo'n. Ja. Dus, ik ga hem even afsluiten.